Zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding daar nog altijd in handen aan de relingzijde voor Emirood Gigi. Aan de buitenzijde staat hij onder druk. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjada-bocht. En de deelnemer die hem onder druk zet was het paard van Hanne Huygens. Uitgeschakeld weg. Nummer 10. Nummer 10. Dat was de 10. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En Emirood Gigi is daar als eerste. Uitgeschakeld nummer 6. Komen we al aanvallen aan de buitenzijde. Kazimaka komt aan de buitenzijde. Katyama is dat. Ik haal ze iedere keer door elkaar. Katyama aan de buitenzijde. Emirood Gigi aan de binnenkant. En het is aan de buitenzijde. Eindelijk gaat hij een keer in koers winnen. En dan staat die joker er niet op. De 9 voor de 5. En dan de 3. 9-5-3 voorlopig. Vierde. Heel goed gelopen. Bonnie Jagger. En daar zijn de winnaars, dames en heren, van de zevende koers. Katyama en Dennis Minima Katyama. Van Jean-Marc Duvier uit Maya Dekouf. Frans gefokt in bezit van Spangenhoeven. Trainer Bas Krebas. En gewogen gereden door Rogier. Dennis Minima. Althans, voorlopige winnaars. Even voorlopig. Wachten. En nuance. Winnaars officieel. 6 keer stond de joker erop, toen won hij niet. Vandaag wint hij wel 10-1. Dankjewel Dennis. Ja Hans, het is niet anders. Het leven kan soms hard zijn. Eerst maar even de winnende trainer. Bas, deze was wel even lekker hè? Ja, daar ben ik heel blij mee. Kijk, je weet, we hebben niet zo'n gelukkige week gehad van de week in de laatste maand eigenlijk niet. Maar fantastisch. Kijk, het is, maakt mij niet uit wie het wint. Fantastisch dat Dennis nu met dit paard wint natuurlijk. Die andere gaat er wel winnen. Maar Katyama had er al zo vaak recht op, zat er zo vaak tegenaan. En nou, bingo. Top. Je had goede informatie. Dennis, wat was het geheim vandaag? Waarom lukte het? Nou, het zat een keer niet tegen onderweg. Nou, en dan doet ze het gelijk van de rug af is goed. En John zei die andere die sprong en toen hield hij van John gelijk even op. Ja, dat kan ik net even inlopen en dat scheelt op de finish misschien. Ja, wat is het met haar? Heeft ze een tekort stuk speed of zo? Moet alles op maat? Ja, ze wil gewoon het liefst alles op maat. Voor kop af heeft ze het nog niet één keer vol doorgezet. En dit bevalt er gewoon best lekker meeliften en het laatste stukje vliegen. Maar buiten dat, het is natuurlijk gewoon een super dankbaar paard. Hè? Toonbeeld van trouw. Ja, zeker. Het is echt een hele trouwe merrie. En springen zal ze niet zo gauw doen. En ze kan goed beginnen. En ideaal voor die Franse paarden. Wou ik zeggen. Dankjewel, Dennis. Dennis Minima wint. Topkippakket gaat mee met Johnny Hunneman. Het muntje is opgegooid. Hij kan gaan eten. Maar dat kunnen jullie ook met z'n allen doen, denk ik. Want daar zit nogal wat in. De foto's worden inderdaad gemaakt. En daar halen we uiteraard de knappe Katyama ook maar even bij. 6 jaar is er nog maar deze Vos Merrie. Dus... Die gaat lekker. Lekker op weg trouwens naar het zilver. Want inmiddels is die €20.000 aardig in beeld aan het komen. Mooi feestje voor de Stalkrebas 1 en 2 in deze Prix-Élevage 71. Gevallen. Over de hele baanbreedte gaan ze weg, maar er is er één het snelste en dat is Bonnie Jagger. Bonnie Jagger neemt makkelijk de leiding. Aan de buitenzijde Dolly Pop, goede start. En Kamisa aan de buitenzijde komt ook mee. Zo gaan de deelnemers de eerste bocht in. Bonnie Jagger leidt daar en die wordt nu afgelost door Dolly Pop. En Dolly Pop neemt de leiding over. Aangekijkt opzij, ziet daar de welkleuren. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Twee is eruit, de Van Duffelkleuren die zijn weg. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzij in. Dolly Pop leidt daar, ga je dan afgeven aan Kamisa. Dat gaat op dit moment aan. Geposten we zich ook afvragen. En het antwoord schijnt nee te zijn, want hij rijdt lekker door. Paarden gaan op weg naar de linkerbocht. En de leiding is daar in handen van Dolly Pop. Aan de buitenzijde Kamisa. Daarachter Niels Jongjans, die lacht in zijn vuistje met Bonnie Jagger. Die houdt dat gaatje ook nog lekker dicht. En zo gaan de paarden de volgende bocht in. En daar gaat Kamisa toch de leiding overnemen. Kamisa heeft er even voor moeten vechten, wat heet even, 500 meter vol gas. En nu heeft hij de kop overgenomen en dan gaat Dolly Pop gelijk weer terugkomen. Dolly Pop gaat naar het tweede spoor en neemt nu de leiding straks weer terug. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn voor de tribune in. Krijgen we een eerste kilometer die ongelooflijk hard gegaan is. En de deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune en dan gaat Dolly Pop de nieuwe leider worden.
Dolly Pop, Camisa op plaats 2. Bonnie Jagger ligt derde. Eerste paard aan de buitenkant is het paard van Jaap van Rijn die op begint te schuiven. Achter hem aan gaat ook de PD kleuren. Paard nummer 5 en zo gaan de deelnemers de laatste ronde in. Leiding wordt daar nu overgenomen aan de buitenzijde door Jaap van Rijn met Dynamica. Dynamica die de laatste keer ook al in de achtervolging moest op een hele snelle start. En de leiding overnam en toen niet meer gepasseerd werd. Die heeft nu de leiding. Dynamica leidt. Daarachter op de tweede plaats Dolly Pop aan de buitenzijde gaat nu naar voren en gaat ook in de aanval en gaat de aanval nu openen. De PD-kleuren van John de Leeuw en dat is Emirat Gigi. Emirat Gigi die de laatste keer niet echt liet zien wat ze ervan gehoopt hadden. Die is vandaag een stuk verbeterd en neemt nu de leiding over. Paarden gaan de rechte lijn overzijde door. Wat een enorme sprint. We hebben de favoriet nog niet genoemd, Comete Buffet. Hoeft ook niet meer, want die springt nu weg en de staart van het veld. Gaat hem allemaal veel te hard. Galop nummer 8. Favoriet is eruit en zo gaan ze de laatste bocht in. Leiding daar nog altijd in handen aan de relingzijde voor Emirat Gigi. Aan de buitenzijde staat hij onder druk en inmiddels zijn ze halverwege de Tjada-bocht. En de deelnemer die hem onder druk zet was het paard van Hanne Huygens. Uitgeschakeld op nummer 10. Nummer 10. Dat was de 10 en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En Emirat Gigi is daar als eerste. Uitgeschakeld nummer 6. Komen wel aanvallen aan de buitenzijde. Kazimaka komt aan de buitenzijde. Katyama is dat. Ik haal ze iedere keer door elkaar. Katyama aan de buitenzijde. En Emirat Gigi aan de binnenkant. En het is aan de buitenzijde. Eindelijk gaat hij een keer in koers winnen. En dan staat die joker er nu op. De 9 voor de 5. En dan de 3. 9-5-3 voorlopig. Vierde. Heel goed gelopen. Bonnie Jagger.